Hallo allemaal. Ja, hier ben ik weer. Ja, het is alweer wat weken geleden dat ik een nieuwe video heb geplaatst. En misschien denken jullie wel van ja, wat is er aan de hand? Gaat alles wel goed? Ik kreeg volgens mij ook al een reactie van iemand die vroeg of alles wel goed gaat. Want ja, ik heb de laatste tijd gewoon niet zo heel veel geplaatst. Hier zit denk ik alweer een week of 4 à 5 tussen. En tussen mijn laatste video en die daarvoor zat ook al iets van een maand. Ja, daar wil ik het dus ook eventjes over hebben. Ja, ik merk dat ik het de laatste tijd gewoon best wel lastig vind om de motivatie te vinden om iets te filmen. Ik ben ook echt wel vermoeid, merk ik. En ja, ik zat ook echt te denken van hoe komt dat nou? En ja, wat betreft de motivatie, ik ben al iets van, ik denk al wel 3 jaar bezig, denk ik, met het posten van video's. Ik weet even niet of dat dan al structureel is. Dat ik al echt, nou ja, om de week video's plaatste. Maar het is in elk geval wel een paar jaar. En ja, ik denk dat ik gewoon even, dat ik het gewoon even niet meer kon. En misschien nog steeds niet helemaal kan. Ja, elke keer mezelf die druk opleggen van weer een video maken. En het is, ja, het is het filmen, het is het editen. Ja, dat kost best wel veel tijd en energie. Ja, er gaat gewoon heel veel in zitten en ook elke keer weer onderwerpen verzinnen. Ja, dat vind ik dan soms best wel lastig. Dus ik leg mijzelf eigenlijk elke keer gewoon heel veel druk op. Het kan ook echt wel zijn dat ik er even tegenaan zit te hikken. En dat is van, ja, waar ga ik het nu weer over hebben? En dat werd op een gegeven moment een soort van moeten. En ja, ik kan gewoon heel slecht tegen druk. Ik denk dat eigenlijk, ja, dat wel geldt voor heel veel mensen met autisme. Dat als je me heel lang druk voelt van iets, en dat kan dus ook druk zijn door jezelf, ja, dat het gewoon steeds moeilijker wordt. En ja, daar ben ik dus wel echt even tegen aangelopen. En daar wil ik heel graag gewoon wel dit kanaal voortzetten en ook blijven, ja, doorgaan hiermee. Maar ik had wel even zoiets van, oké. Als ik zoveel weerstand voel om een video te maken, dan is het misschien beter om gewoon even een weekje het te laten. Alleen dat werd nog een week en nog een week. En zo ging dat door. Ja, ik voel me de laatste tijd ook best wel vermoeid. Dus ja, ik denk dat dat ook wel meespeelt, hè? Want ja, als je geen energie hebt, heb je natuurlijk ook geen zin om dingen te doen. Dus ja, en ik weet ook niet helemaal waar dat door komt. Natuurlijk zijn er wel dingen in mijn leven. Ik denk van nou. Het zou kunnen dat ik daardoor vermoeid ben. En ik denk dat het ook op een gegeven moment een soort opstapeling is geworden. Van dat er iets was waar ik, nou ja, gewoon dagen door vermoeid was. En ja, dan deed ik weer op mijn werk. Ik heb bijvoorbeeld een themabijeenkomst gegeven. Weer voor het eerst op kantoor. En dat was echt hartstikke leuk en succesvol. Alleen, ja, volgens mij heeft dat er ook best wel ingehakt. Dat ik, ja, toch wel misschien wel een week daarvan vermoeidheid heb gemerkt. En toen ging ik naar de sauna, dat was een week geleden. En ja, de sauna is voor mij echt wel iets waar ik heel erg blij van word en ik kan ontspannen. Dat is voor mij echt een uitje. Alleen ik heb echt gemerkt dat de laatste 2, 3 keren dat ik naar de sauna ben geweest, dat ik daar gewoon iets van een week van moest bijkomen. Het is echt alsof mijn lijf dat tegenwoordig gewoon niet meer zo goed kan, ja, niet zo goed meer aan kan. Het is echt, ik sta gewoon zo compleet futloos op. En ja, het is echt alsof mijn hele lijf zwaar is. En ik kan bijna niks opbrengen. Ik probeer maar een beetje in huis te rommelen. Wat kleine schoonmaaktaakjes of een beetje opruimen. En ik probeer ook wel te wandelen elke dag. Gewoon even een half uurtje. Dat ik wel het gevoel heb dat ik iets gedaan heb. Maar ik lig ook gerust gewoon. Ja, 's middags een paar uur lang op de bank, omdat het gewoon niet meer gaat. Dus ja, dat maakt het best wel lastig. En nu is de sauna dus een week geleden. En ik merk nu dat ik, nou ja, weer een beetje aan het bijtrekken ben. Maar het blijft dus heel erg balanceren met die energie. En ja, ik merk dat ik daar gewoon echt wel van baal. Dat ik dat lastig vind. Dat ik soms echt denk van, heb ik iets onder de leden of zo? Maar aan de andere kant denk ik van ja, ik heb dit vaker gehad en het is ook altijd wel weer overgegaan, dat de energie wel weer terugkwam. Dus daar probeer ik dan aan vast te houden. Ik ben weer begonnen ook met het slikken van vitamine D. Dat is ook wel iets wat ik eigenlijk elke, ja, najaar wel weer moet slikken. Want
ja, dat is natuurlijk gewoon minder zon. Ik kom net wat minder buiten. En ik merk dat als ik dat niet neem, dat ik gewoon ja, energielozer ben. Dus voor mij is het echt wel heel belangrijk om dat te nemen. En ik probeer ook wel, ook al ben ik moe, toch even naar buiten te gaan. Of nou ja, gewoon thuis wat oefeningen te doen. Wat, nou ja, wat krachtoefeningen die ik toch wel ja, eigenlijk moet bijhouden. Dus op die manier probeer ik wel altijd iets te doen. Maar ja, die vermoeidheid, dat is echt gewoon heel vervelend. Dat is echt, als ik dan op ben gestaan, soms dan heb ik net mijn koffie op en dan is het... Dus ja, het is echt een totale futloosheid. Ik ben wel heel benieuwd of jullie dat herkennen. Of jullie dat dan ook hebben. Het is ook echt alsof mijn hele lijf gewoon, alsof er geen energie meer in zit. Dus ja, het is wel heel frustrerend. En ook wat betreft de sauna ben ik ook wel heel benieuwd, nou ja, voor de saunagangers onder jullie, of jullie dat herkennen. Want ik vind het heel moeilijk om daar online iets over te vinden. Ik vind wel, nou ja, over, er wordt wel online geschreven van, ja, dat je meer dan 4 sauna's op, bij zo'n bezoek, dat dat af te raden is. Dat je dan echt moe kan worden. Maar ik probeer me daar dus ook aan te houden. En toch krijg ik dus zo'n extreme reactie. Tenminste, voor mij voelt dat, ja, extreem. Vroeger had ik dat niet. Ik kan me niet herinneren dat ik dat maar 3-4 jaar geleden zo had. En nu dus wel de laatste jaren. Dus ja, mocht jij daar zelf ook tegenaan zijn gelopen of ervaringen hebben, dan hoor ik die graag. Dus schrijf die gerust onder de, of bij de reacties. Want ja, ik ben gewoon heel benieuwd of ik daar, ja, of er anderen zijn die dat ook zo ervaren. Misschien heeft het wel iets met autisme te maken, ik weet het niet. Of misschien leeftijd. Nou ja, ik ben zo oud ook niet, maar ja. Ik ben ook niet meer 20, dus... ja, dus ik wou hier wel even open over zijn met jullie. En ja, misschien hebben jullie ook wel mijn reacties geplaatst onder video's. Ik moet zeggen dat ik daar dus ook nog niet echt naar gekeken heb. Sommige heb ik wel gelezen, maar ik had dus ook totaal geen energie om, ja, om te reageren. Terwijl normaal probeer ik eigenlijk wel op alle reacties, nou ja, in elk geval iets van een reactie te geven. En sommige zie ik over het hoofd, dus sorry als dat soms niet gebeurt. Maar ik ben nog wel van plan om even terug te kijken naar wat er allemaal de afgelopen maand geplaatst is, zodat ik kan reageren. En ik vind het gewoon altijd heel leuk om ook jullie reacties te lezen. Dus dat ben ik wel echt van plan. En ik hoop ook wel dat ik, ja, dat ik weer wat meer motivatie kan vinden. Ja, het helpt mij ook wel als jullie met ideeën komen. Misschien heb je wel vragen over autisme of hoe ik dingen in mijn leven doe of aanpak. Ja, stel die dan ook gerust om deze video, want dan kan ik ook weer een beetje een lijstje samenstellen met ideeën. Ik heb ook nog wel een lijst met ideeën, maar ja, dan soms kan dat net zo zijn dat ik denk van oh, dit idee vind ik zo goed en dat dat dan mij motiveert om daarmee aan de slag te gaan. En dan kan ik weer een video plaatsen, want ik wil dat wel echt graag. Ik wil wel echt eigenlijk gewoon me aan mijn schema houden. Maar ja, dat lukt gewoon niet altijd, helaas. Nou heb ik natuurlijk de afgelopen week niet compleet stilgezeten. En ik wou ook wel vertellen dat ik al sinds een paar maanden weer in therapie ben. Ik, nou ja, ik krijg een vorm van schematherapie. En ja, ik had toch het idee dat er gewoon wel weer wat dingen waren waar ik aan wilde werken. Ik merk dat ik soms echt nog wel getriggerd word door, ja, dingen die in het verleden zijn gebeurd. Door mijn jeugd en zo. Bijvoorbeeld het gepest zijn vroeger. Maar ook bijvoorbeeld de thuissituatie. En zo nog wat dingen. En ik dacht van ja, ik wilde eigenlijk wel nog mee aan de slag. En nou ja, toen ben ik toch weer in therapie gegaan. En ik merk eigenlijk dat ik vooral aan het werk ben aan dat ik mezelf nogal wil wegcijferen. En ook wel please gedrag. Ja, wat is nou please gedrag? Ja, dat is dus dat ik het altijd naar de ander, naar de zin wil maken. En ik heb sinds nou ja, een maand of 5 ook een relatie weer. En ik merk ook vooral daarin dat ik in het begin echt, ja, bijna tot in het overdreven aan het pleasen was van... Ja, dat ik gewoon heel erg met hem meebewoog in wat hij wou en... Eigenlijk daarmee mezelf aan het wegcijferen was.
En ook misschien bijna mijn mening niet eens zei. Of, ja, of mijn eigen grenzen aangaf. Dat is ook, hè, als je de hele tijd met de ander aan het meebewegen bent. Dan ga je dus over je eigen grenzen heen. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed, hè. Ik bedoel, daardoor ga ik dus ook weer krijgen dat ik dus heel veel energie verlies. Niet bij mezelf blijf, dingen doe die voor mij misschien minder goed zijn. Of te veel doe op een dag misschien wel. Terwijl eigenlijk is het heel belangrijk, juist in een relatie, dat je gewoon jezelf kunt zijn en bij jezelf kunt blijven. En dat je je grenzen aangeeft. En naar aanleiding van deze therapie ben ik daar dus ook druk mee bezig. Dat ik weer meer bij mezelf kom. Van wat vind ik belangrijk? Waar liggen mijn grenzen? En ook wel boos mogen worden. Dat is eigenlijk ook een deel van dat please gedrag. Ik probeer mezelf altijd maar zo lief en aardig voor te doen. En ik mag niet boos zijn. En ja, dat is eigenlijk heel raar. Boosheid is een hele natuurlijke emotie. En natuurlijk moet je niet ermee overdrijven. Maar voor mij was het altijd meer intern boosheid hebben. En dat niet per se uiten. Maar dan merkte anderen het vaak wel. Of er ging meer mokken of iets. Het is meer een passieve boosheid die ik altijd heb gehad. En dus ook ergens nog wel een soort van heb geuit. En laatst heb ik dus een keer... was er iets... met mijn vriend en mij, waarbij ik was gewoon even boos op hem. En toen heb ik dat echt even geuit. En gewoon even gewoon gezegd. En dan ben ik gewoon heel erg ook bang om hem te verliezen. Of dat hij boos op mij wordt. Of ja. Terwijl volgens mij is het heel normaal als je een relatie hebt dat je wel eens ruzie hebt of zo. Maar dat heb ik altijd geprobeerd te vermijden. En je ontkomt er niet aan, want uiteindelijk komt het toch wel een keer. En doordat ik dus mijn boosheid voor het eerst echt even op een, denk ik, een gezonde manier uitte, was ik het ook kwijt. En het ging heel goed en daarna was het weer oké. Terwijl anders gaat het bij mij broeien en broeien en broeien. En ja, dat is helemaal niet goed. En dus ik ben wel met die therapie heel veel dingen eigenlijk in de praktijk aan het brengen. En ik zit ook wel nu me te bedenken dat dat waarschijnlijk ook heel veel energie kost. Omdat het gewoon echt een transitie is in hoe ik doe. En ja, ik ben tot ook best wel veel realisaties eigenlijk gekomen. Ik ben ook heel erg bang om afgewezen te worden. Dat is eigenlijk, denk ik, het onderliggende. Hè? Want als je bang bent voor afwijzing, dan ga je dus ook pleasen en het de ander naar de zin maken. En ja, dan ben je dus niet jezelf. En dat kost dus ook heel veel energie. Maar ja, dit even veranderen kost waarschijnlijk ook heel veel energie. Dus ik denk dat ik dat ook niet moet onderschatten, hè, wat die therapie allemaal doet. En ja, dat ik dat ook weer allemaal moet verwerken. Nou, ook hierbij ben ik natuurlijk benieuwd naar wat jullie ervaringen zijn. Of jullie ook hier iets in herkennen. En daarbij ga ik deze video ook weer afsluiten. En ik denk dat ik zo ook even ga kijken naar toekomstige thema's om het weer over te hebben. Want ik wil echt weer terug in het uploadschema komen. Dus bedankt voor het kijken. En ook bedankt voor jullie begrip dat het af en toe wat langer duurt voordat er weer een video komt. Ik bedacht me ook wel dat ik, dat ik gewoon wel even open wilde zijn hierover. Dat jullie ook weten wat er speelt. Terwijl, ik vind het ook heel moeilijk om teleur te stellen. Dat is dus ook weer dat pleasen. Ja, dat ik dus bang ben om jullie teleur te stellen. Omdat ik niks plaats. Maar eigenlijk, is dat ook wel weer heel menselijk om dat niet altijd te kunnen. Dus, tot de volgende keer. Dag!